Nou, meneer Plasterk, het advies heet verorring en verbetering. Op de andere kant staat hij als verandering en verbetering. Maar we hebben natuurlijk de Friese versie en de Nederlandse versie naast elkaar. Dus ik daag u uit het weekend erin de Friese versie te lezen. En dan met ons te helpen om te kijken of we de taalwet verder kunnen brengen in Nederland. Dus ik wil u hierbij aanbieden. Dank je wel. Bedankt. Het gaat net goed met het uitvieren van de Friese taalwet. Maar dat boodschap gaat het adviesorgaan Ding Tiet juist naar minister Plasterk van Inlandse Zaken. We hebben Marcus een afspraak maken, een wet. Vervolgens moet die in de uitvoering komen. En was dan juist is dat er tenminste coördinatie op zit. Hè? Van waar is dan verantwoordelijk dat die wet net zoals op een bepaalde datum implementeerd is. Bij een gemeente bijvoorbeeld of bij een oorrichtsinstelling. En daarin is juist dat het dan wat jekkert, dat het onduidelijk is waar doet nou wat. Maar als gevolg dat we meer op een kort situatie dan dat we in de uitvoering te lopen komen. De taalwet is ontnota nog te volle een papieren tijger. En dat moet door Safien Dingtiet. De minister is dat maar haar niet eens. Hij vindt dat er bij nije wetjouwing jedder nooit Fries gesjoen worden moet. Op terrein van cultuur en omroep en de rechtspraak. En werd ook net mij gezegd, ja, voor wat betreft de rechtspraak bijvoorbeeld, is het echt op papier wel goed geregeld, maar in de praktijk nog lang niet altijd. Dus dan moeten mensen tijdig aan de bel trekken. En inderdaad ook in een vroeg stadium als het kan. Maar daar luidt dus ook een taak voor de Friese zelfs. Als er wat is, moet ze haar zo gauw mogelijk melden, vindt Plasterk. Ik weet ook hoe het in de bestuurlijke praktijk gaat. Als mensen die aan de bel trekken, dan denkt bestuurlijk Den Haag ook van nou, dat is toch geregeld, dat is dan klaar. Maar dat is in de praktijk natuurlijk niet waar. Dus daarom is het ook goed dat er zo'n adviesclub is, die dan inderdaad als een soort makelaar of hoe je het wil noemen, optreedt en zegt van wacht even, we moeten dit nu ook in de praktijk brengen. Spoelstra had er wel vertrouwen in dat het tenooi beter ging, Sil. Ja, ik vind dat ze heel constructief, dat we heel constructief gesprek gewoon gaan. Het had wat lang door dat we je zien, hè? Dat is wat een nadeel. Maar gelukkig hebben we daar ook afspraken om maken dat we het minimaal eerlijks doen zullen. En dat we op basis daarvan, ik probeer hier gewoon heel titel koor scherp te houden in de rol en verantwoordelijkheden die we hebben. Maar als doel natuurlijk, het boppelizende doel, om die taalpositie van het Fries sterk te houden in Nederland.